de vraag van vandaag die komt van Niels. Want wat is het verschil tussen de tanden van een tuimelaardolfijn en de tanden van een bruinvis? Nou, een hele goede vraag. De tanden van een tuimelaar die zijn scherp en puntig en de tanden van een bruinvis die zijn plat en stom. En dit komt omdat bruinvissen in de Noordzee leven. Daar leven ook wat kleinere vissen waar ze op jagen. En dus hebben ze ook kleinere gebits nodig. En hebben jullie ook een vraag? Reageer dan snel op dit filmpje.